Deze beschouwing, die wilde ik al een tijdje houden. Leven uit dankbaarheid. Ik zag net een stukje van Marcel Messing. En ik moet je zeggen, ik kan er eigenlijk niet tegen. Ja, die man die had het dan van boven ieder mens hangt een lampje en dat begeleidt de mens of zo. Man. Misschien dat ik het dan toch maar dat hele stuk moet kijken. Maar ik vind dat zo'n lulkoek. Leven uit dankbaarheid. Dat zegt mij meer. Kijk, je moet dankbaar zijn voor het feit dat jij mag meemaken wat je meemaakt. Je mag dankbaar zijn voor het feit dat jij mag werken. Daarmee bedoel ik niet dat gekke werk met in de file staan en zo. Maar dat je mag werken in de zin van nuttige dingen doen. Werken zoals bedoeld wordt in, wat is het, Matthäus 20. Het koninkrijk der hemelen is als een man met een wijngaard. Dus het koninkrijk der hemelen, dat is een werkgever. Een soort randstad. Of hoogovens. Je kan je aanmelden en dan krijg je werk. Ja, je moet alleen. Nee, je hoeft alleen maar duidelijk te maken dat je niets doet. Dat je dus tijd hebt. En dan word je vanzelf gevraagd. Ja, ja. Ik geloof daarin. Ik geloof dat je wereldse leven met al die kenmerken van belastingaanslagen en vuilnis dat op dinsdag aan de weg gezet mag worden, maar niet voor 9:30 's avonds. Al die dingen. Je mag wel door het rode licht rijden als er niemand aankomt. Maar niet bij die stoplichten waar een camera staat, want daar kost het geld. Dus je mag geen seks hebben met mensen die jonger zijn dan jij en ze daarvoor betalen als die mensen maar 17 jaar oud zijn. Dat is verboden bij de wet. Dus je mag wel seks hebben met mensen die jonger zijn dan jij. En dan mag je ze wel voor betalen. Maar dan moeten die mensen 18 zijn. Maar aan de andere kant, als je secretaris-generaal bent van justitie, dan mag het wel als je dat maar eerlijk, als je laat doorschemeren dat je dat mogelijk wel gedaan hebt, dan is dat voldoende om geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Dus Joris Demmink, daar heb ik het over. Joris Demmink heeft achter gesloten deuren gezegd tegen journalisten van de Gaykrant en de Panorama dat hij graag seks had met jonge homo's. Nou, dat was dus tegen betaling. En dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren.
Ja, er zijn dus door een aantal van die jonge mensen aanklachten ingediend dat ze met hem seks hadden gehad toen ze nog maar 12 waren. Nou, was het zo dat die jonge mensen zichzelf stonden liepen te prostitueren? Ja, zo onschuldig waren ze ook weer niet. Maar dan nog, Joris Demmink, die mag dat dan niet volgens de wet. Maar hij is niet veroordeeld. Er is ook helemaal geen strafrechtelijk onderzoek geweest. Er heeft zoiets plaatsgevonden als een oriënterend onderzoek, maar dat heeft helemaal geen juridische inhoud. Dat bestaat niet eens volgens de wet, een oriënterend onderzoek. Wat is dat dan? Oh ja, ik ben even bij hem langs geweest. En ja, toen hebben we het eigenlijk alleen maar over voetballen gehad. Want hij is dus voor Ajax. En ja, en toen bleek dat er ook nog een probleempje was met zijn auto. En toen heb ik nog even gekeken en tegen hem gezegd van, nou, volgens mij moet je even met die auto naar de garage. En het was alweer 5 uur. En toen dacht ik, oh, is het alweer zo laat? En nou, ik vond het wel oriënterend. Echt een goed onderzoek. En daar is niks uitgekomen, nee. Dus ik heb niet het idee dat hij dat hij seks heeft gehad met jonge homo's die jonger waren dan 18. Dat is niet naar voren gekomen tijdens dat. Maar hij is dus voor Ajax. Hè? Dat vond ik wel apart. Ik had echt gedacht dat hij voor NEC zou zijn uit Nijmegen. Hey, dat is de materiële wereld. Daar kan je dus verschrikkelijk over opwinden. Maar het is denkbaar dat die materiële wereld er helemaal niet toe doet. Gek, hè? Kijk, neem het verhaal. Alleen het verhaal, hè? Neem het verhaal van Christus. Christus die heeft dus toen hij 30 was gezegd dat hij wat te vertellen had. En hij zei dus ook, ik ben er om het Oude Testament, de wet en de profeten, zei dat wel, wat wij het Oude Testament noemen, om dat wat daarin staat, om dat te vervullen. En dat ga ik doen door te sterven. Dus hij zei, door te sterven ga ik zin geven aan mijn bestaan. Dat staat nogal haaks op wat wij zoal denken over het mooie van je leven. Door Christus was niet suïcidaal. Niet volgens het verhaal. Hij had het over een belofte. Hij zei van tevoren van het is noodzakelijk dat ik heen ga. Dat ik sterf. En ja, dan kan je zeggen, iedereen gaat een keer dood. Maar hij zei, nee, morgen ga ik. Hij had, voor die tijd had hij het al aangekondigd, van het duurt niet lang meer en dan ga ik. Hè? Nou, toen kwam uiteindelijk dus het moment suprême. En toen zei hij, nou, het is zover, morgen gaat het gebeuren. En gaan we er niet van weerhouden, hè? Maar morgen ga ik dood. En dat was al die tijd al de bedoeling. En als ik morgen niet dood ga, of als ik überhaupt niet dood ga op de manier die ik, waarvan ik weet dat ik het moet doen. Als ik dat niet doe, dan kan ik de trooster niet sturen. En de trooster moet komen. Ja, ga daar maar eens over nadenken. Dat heeft hij gezegd volgens het verhaal. Dus los van het feit of jij nou gelooft of Christus op deze aarde in de rond heeft gelopen,
zoals het in de Bijbel vermeld staat. Of je dat nou gelooft of niet. Het verhaal blijft het meest merkwaardige verhaal dat er ooit is opgeschreven. Christus dacht dus eventjes dat hij door zichzelf op te offeren de mensheid zou redden. Dan heb je het nogal hoog in de bol, dacht ik. Aan de ene kant. En aan de andere kant heb je het helemaal niet hoog in de bol, want je gaat dood. Heb jezelf zien als de redder van de mensheid. Dat lijkt me iets dat toekomt aan een narcist. Denk je ook niet? Maar dat jij je lichaam, je leven in dat kader opgeeft, dat is helemaal niet narcistisch. Dat is altruïstisch. Dus het is een heel gek verhaal. Als verhaal. Het is alleen maar te begrijpen als je het gelooft. En dan is het logisch. Als je de Bijbel gelooft, als je het eerste woord van de Bijbel, en bij ons zijn dat drie woorden. In den beginnen, dat is in de oorspronkelijke tekst, is dat maar één woord. Het heet Bereshit. De eerste zin van de Bijbel die luidt: in den beginnen schiep God hemel en aarde. In het Hebreeuws staat daar, stond daar, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En ik zal het je uitleggen wat in de beginnen schiep God hemel en aarde. Dus in de beginnen, dat is Bereshit. Dan krijg je schiep, dat is Barga. Dan krijg je God op zijn Nederlands. En dan staat er in het Hebreeuws Elohim. En Elohim, dat betekent the powers. Dat betekent niet goden. Dat him, dat is een meervoud, hè? Het is powers. God is powers. Alles wat maar toekomt aan kracht, dat is God. Dus Elohim is ook niet een naam. De naam van God die komt verderop in de Bijbel, dat is dan Jehovah. Of Yahweh of zo. Powers. Dus Bereshit, Bara, de powers. En dan krijg je et, dat is een soort tussenwoordje. En dan krijg je dus de hemelen. Dus dat moet je eigenlijk zeggen, denk ik. Hashamayim. En dan die andere et, is dat weer en. En het laatste woord is haaretz. En dat is aarde. Er is ook een krant in Israël en die heet Haaretz. Dat is hetzelfde als je een krant hebt in Frankrijk en die heet Le Monde. Dat is hetzelfde. Haaretz is Le Monde op zijn Frans. De wereld. Ja, en het eerste woord, Bereshit, dat bestaat uit 6 letters. En in het Hebreeuws heeft iedere letter ook een beeld, is een begrip, is een woord. Dus iedere letter is weer een woord. Heel grappig. Hebreeuws is erg mooie taal. En
als je de letters van het woord Bereshit op een rijtje zet, dan staat daar, als ik het wel heb, even goed uit mijn hoofd, zoon, God, destructie, hand, kruis. Yes. Dus je kan zeggen dat het eerste woord van de Bijbel aangeeft dat het te gebeuren stond dat de Zoon van God zou sterven aan het kruis en dat het daarom ging. Dat dat het verhaal is van de Bijbel. Kijk, als dat waar is. Oh, even terug. Als je gelooft in de Bijbel, dan vind je het niet raar dat Jezus van tevoren zei, ik ga sterven. Want dan snap je dat het logisch is. Want je gelooft het namelijk en vanuit het geloof is dat logisch. Ook een andere erbij te pakken uit de Bijbel. Er is een karakter en het heet Abraham. Ja, dat ken je vast wel, hè? Vader Abraham, wat 7 zonen. Zo'n carnavalsliedje. En hem wordt gevraagd om zijn zoon te offeren. En daarvan denken mensen van, ja, nou zeer, wat is er voor God? Die vraagt even aan Abraham dat hij zijn eigen zoon gaat offeren. Ja, dat ging uiteindelijk niet door. God wilde alleen maar zien van Abraham dat hij bereid was om zijn zoon te offeren. Meer niet. En dat wilde God zien omdat God zelf zijn zoon zou offeren. Het ging dus over de Bijbel gaat over het offer wat gebracht wordt door God. De Bijbel, dat is een boek van meer dan 2000 jaar oud. En van de Bijbel worden heden ten dagen per jaar 100 miljoen exemplaren in de wereld gebracht. Dus ga je ervan uit dat een mens 70 jaar oud wordt. Tijdens het leven van een mens, van geboorte tot aan het graf, in die periode verschijnen er 7 miljard Bijbels. Nieuwe, gloednieuwe Bijbels. 7 miljard. Dat betekent per hoofd van de wereldbevolking 1 Bijbel per mensenleven. Ja, want er zijn 7 miljard mensen. En in 70 jaar tijd, als jij dus leeft, in die 70 jaar komt er 1 Bijbel op de markt. Die is voor jou. En heb je mensen zoals ik, en ik ben dan een Bijbeloppotter. Ik heb er 4. Er komt, ik gooi ze niet weg. En ik heb er eentje, die is echt heel oud en die is uit elkaar gevallen. Die is echt heel oud. En dan die andere, die is nogal oud. Die is oud? Nou, die is iets meer dan 20 jaar oud. En nou, op zich kan ik die nog wel gebruiken, maar dat is een NBG-vertaling. En ik wilde liever een Statenvertaling. Dus die heb ik nu gekocht. En mijn NBG-vertaling, dat is een hele mooie uitvoering, by the way. En die ligt nu in de kast. En dan heb ik ook nog, patser dat ik ben, heb ik een King James vertaling. Maar die Bijbels zijn niet zo duur, hoor. Voor mijn Statenvertaling en mijn King James samen, dus €30. Nou, dat is niet veel geld. Nee, zeg nou zelf, hè. Dus Netflix, dat kost je 10 in de maand of zo?
Dat is 3 maanden Netflix. Nou, dat is 3 maanden lang onzin. Ja, toch? En nu zegt het op zich niks natuurlijk dat de Bijbel in zulke grote hoeveelheden wordt gemaakt en dus ook gelezen. En aan de andere kant is het wel het enige boek dat in dergelijke hoeveelheden over de wereld wordt uitgestort. Dus het minste is toch wel dat je ergens in je achterhoofd moet rekening houden met het feit dat de inhoud van de Bijbel ook wel eens waar kan zijn. En dat we het bij de Bijbel hebben over het woord van God. Over het woord van de schepper zelf. Het kan. Het kan namelijk zonder meer. Waarom zou het niet kunnen? Er zijn mensen, ja, ik ken ze wel, de meeste mensen die zeggen, ja, wat een onzin, en hoe kan je dat nou weten? En die draaien het om, van hoe kan je nou zeker weten dat de Bijbel het woord van God is? Maar ik kan dan zeggen, hoe kan je zeker weten dat de Bijbel niet het woord van God is? Kijk, dat de weekaanbieding van de Jumbo, dat is ook zo'n soort blaadje. Ja, dat is niet het woord van God, dat snap ik wel. Maar de Bijbel, hè? Je hebt toch wel over teksten van meer dan 2000 jaar oud, die dus nog steeds heel populair zijn. En hoe kan dat dan? En dan heb je nog raadselen aan de Bijbel, zoals het raadsel van het getal van het beest. Dat staat in het boek Openbaring en daarin wordt konde gedaan van het getal van het beest. En dat getal, dat is 666. 6 keer 100 plus 6 keer 10 plus 6. Oftewel 666. En 666, dat is het volledige atoomgetal van het atoom koolstof. En het atoom koolstof is het constituerende atoom van al het leven hier op aarde. En dat weten wij sinds de 19e eeuw. Toen de scheikunde en de natuurkunde zo ver gevorderd waren dat we dat konden weten. Maar dat wisten wij niet in de 14e eeuw. Dat wisten wij ook niet in de 13e eeuw. Dat wisten wij zeer zeker niet in de 0e eeuw. En het boek Openbaring is geschreven in de 1e eeuw. Dat wisten we dat echt niet. Dus hoe kan het dan dat Johannes, die was het, die daarmee kwam, dat die met dat getal komt. En dat getal, dat past dus perfect in de beschrijving van de, ja, van het beest. Dat is inderdaad het getal van het beest. Het is dus de, als je kijkt naar koolstof, koolstof is het enige element, het enige atoom wat het leven constitueert in de zin van planten, dieren en mensen. En mensen, dat zijn wezens die geschapen zijn naar de gelijkenis van God. En dieren staan daar weer onder. Maar een mens die zich niet gedraagt, zijnde een kind van God,
zijn de geschapen naar de gelijkenis van God. Hè? Dus de mens die zegt, ik stam van de apen af. Die heb je heel veel. Heel veel mensen beweren tegenwoordig dat ze van de apen afstammen. Ik weet niet wat ze daarmee hebben. Maar dat zeggen ze dan. Ja, dat zijn die mensen, dat zijn dus beesten. Dat zeggen ze zelf. Dus de ongelovige mens is niets meer dan hyperintellectueel koolstof. Koolstof zonder enige moraal. Ja, dat is heel treffend. Ik had gisteren een gesprek met een atheïst. En die beschuldigde mij ergens van, jij hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. En ik ging het helemaal uitzoeken. Dat had ik helemaal niet gedaan. En toen belde ik hem terug. En toen zei ik, ik heb het uitgezocht. Ik heb het helemaal niet gedaan. Ik zei, maar toen ik het aan het uitzoeken was, toen kwam ik nu wel wat puntjes tegen. Ik zei, en die heb jij gedaan. En wat heb ik gedaan dan? Ik zei, het ging om een opname die we samen gemaakt hadden. Ik zei, dan en dan, op dat moment zeg jij zus en zo. Ik zei, dat ligt er niet om. Dat is grof beledigend. Toen hing hij de telefoon op. Kijk, zo'n mens heeft geen moraal. Die beschuldigt wel een ander van alles en nog wat. En dan neem je de moeite om het helemaal uit te gaan zoeken. Nou, dan blijkt dat je dat helemaal niet gedaan hebt. Maar met dat uitzoeken kom je erachter dat die mens dan wel degelijk wat gedaan heeft. Dan bel je hem op en dan hang je de horen erop. En dan heb je geen moraal. Dat is nou typisch een atheïst. Een ondankbare hond. En de mens die uit dankbaarheid leeft, die is punt 1 geen atheïst. Dat kan die niet zijn. En die zou nooit zoiets doen. Iemand die uit dankbaarheid leeft en die te horen krijgt van een ander dat er hele beledigende dingen zijn gezegd. Zo'n persoon zegt dan uit schaamte van, dat was de bedoeling niet. En wat heb ik dan precies gezegd? En die biedt ze excuses aan. Maar zo'n atheïst niet. Nee, daar houdt hij niet van. Die is als een beest. De moeder van mijn kind, dat is er ook zo een. Was ik bij de relatietherapeut dat als ik dingen te berde bracht die zij had uitgespookt, uitgefroten in het gezin. En dan met name als het ging om dingen die te maken hadden met ons kind. Dat ze ons kind weer eens verschrikkelijk behandeld had. Als ik die te berde bracht. Jongen, dan werd ze boos. En dan wilde ze me aanvliegen. En dan sprong de therapeut uit zijn stoel omhoog. En dan pakte hij haar bij de schouders. En duwde haar terug in de stoel. En die raakte helemaal in paniek en die vroeg dan aan mij of ik niet over wat anders wilde gaan beginnen. Want hij kon die agressie van haar niet aan. Hij zei letterlijk, ik word hier bang van, hier kan ik niet tegen. Ga maar over wat anders praten. Dat is ook heel immoreel van zo'n relatietherapeut. Want hij hoort dan te zeggen van, zoek een ander. Dat hoort hij altijd moeten doen. Je moet er eentje hebben die een rode band heeft in kickboksen of zo. Ik ben een pussy, ik kan jullie niet helpen. Niet met zo'n gewelddadige vrouw. Nee, dat deed hij niet. Hij vond het wel fijn om te blijven declareren. €90 per uur, zou ik ook leuk vinden. Dat is toch een aardig uurloontje. Dat is de ondankbare mens. Het zijn best hele vervelende mensen.
Ik ben heel dankbaar. Ik weet dat Christus gestorven is voor mijn zonde aan het kruis. Ik weet dat het zo in elkaar zit. Het is moeilijk voor mij om het precies uit te leggen waarom ik het nou zo zeker kan weten. Elke keer als ik het doe, ik heb al veel uitzendingen erover gemaakt. En elke keer denk ik weer van ja, nou ja, nog maar een keer probeer ik het. Maar je hebt dankbaar te zijn voor je leven. Het maakt niet uit wat je overkomt. Al raak je al je bezittingen kwijt. Het maakt niet uit. Echt hoor. Hetgeen wat uitmaakt is hoe jij je gedragen hebt. Want het leven hier op aarde, dat is eindig. En je bouwt een saldo op. En het saldo is niet materieel. En dat saldo wat jij hebt opgebouwd, en dat opbouwen van het saldo, dat stopt als je sterft. En dan kan je het niet meer verhogen en dan kan je het niet meer verlagen. Dan is het saldo klaar. En naar dat saldo word je beloond. En er zijn maar twee mogelijkheden van saldo. Dat is namelijk plus of min. En wat eruit volgt, dus dat loon, dat is eeuwig. Dus het wordt een eeuwige beloning of een eeuwige straf of een eeuwige vergelding. Dus alles wat je bij leven niet hebt goed gemaakt. En wat je dus eerst hebt fout gedaan. Die heb het niet goed gemaakt. Dat. Ja, dat is best vervelend. Want bij dood. Als die rekening nog open staat. Die moet je eeuwig vergoeden. Dat is verschrikkelijk. Het staat mij heel helder voor ogen dat zo is. Wist je ook dat Christus de enige is die zo duidelijk spreekt over dat onderscheid? Zoals ik het net schetste. Van je hebt het oké gedaan of niet? En heb je het oké gedaan, dan verkrijg je het eeuwige leven. En heb je het niet oké gedaan, dan, ja, die eeuwigheid, die krijg je zonder meer. Maar dat zal je geen leven noemen. Dat is een domein van geweeklaag en tandengeknars. En dus ik zal. Ja, ik doe mijn uiterste best om het zo logisch mogelijk voor jullie te maken dat het echt zo is. Dat het niet anders kan zijn dan dat. En jij maakt je misschien daar een bepaalde voorstelling van. Nou, die is het ook gedaan, hè? Als je kijkt naar iemand als. Wie was het ook alweer? Was dat Dante zelf die daar
zo'n beschrijving van maakte van hoe de hel er dan uitziet. Hè? Want daar brand je eeuwig of zo. Hè? Maar dat is maar een voorstelling zoals Dante die voorstelt. Ik zou zelf, als je je wil gaan voorstellen hoe die hel is, ik zou me dan als eerste maar goed inprenten dat het hier gaat om iets wat niet materieel is. Zo. En dat is al heel moeilijk om je voor te stellen dat er een locatie is waar je verblijft. En die locatie is niet materieel, want hier in de werkelijkheid is elke locatie juist materieel. En voor mij is het, ja, na al die jaren studie of zo, voor mij is het duidelijk dat er dus ook zoiets is als een geestelijke locatie. Als een locatie die niet materieel is. Dus dat je geestelijk gesproken ergens kan zijn of ergens anders. Ik zie dat nu ook aan de mensen om me heen, hoor. Dus die man die ik dan gisteren had en die de telefoon ophing. Dan zie ik dat hij geestelijk gesproken ergens anders is. En we doen hetzelfde. We werken samen. We waren bezig met een soort cabareske. Een soort cabaret. Maar dan. Zo twee gesprekken en dat moest een beetje grappig zijn. En het begin was erg grappig. Dat ging lekker van start. Maar in de loop van het gesprek werd het minder. En toen ik dat gesprek dus terugluisterde, toen dacht ik, ja, inderdaad. Maar dat lag niet per se in mij. Ik maakte ergens een glibbering, maar ja, ik gebruikte het woord homo's als scheldwoord. En dat mag dus heden ten dagen niet meer. En hij deed nog een aantal andere dingen en dat vond ik. Ja, dat gewoon fouten. Die moet je helemaal niet doen. Er ging een heel. Ja, ik zei iets en hij haalde dat totaal onderuit. En dat was niet omdat hij daar een terechte kritiek op had. Nee, hij verpestte het gewoon. Kijk, en dan heeft het geen zin dat ik het zeg. Dan heeft het ook helemaal geen zin dat wij die opname doen. Dat is hetzelfde als dat je holt in een voetbalwedstrijd met z'n tweeën op de keeper af of zo. En dan geeft de ene die geeft een voorzet. En die andere die neemt de bal in ontvangst en die trapt die bal over de zijlijn heen. Ja, daarvoor krijg je geen voorzet. Je moet die bal in het doel donderen. En niet over de lijn schieten. Ja, je kan wel zeggen het was een slechte voorzet, maar dan nog moet je of de bal terugspelen of je probeert van die slechte voorzet nog wat te maken. Maar je gaat niet een slechte voorzet met opzet over de lijn trappen. Ja. Zoiets. Ja, en hij zat helemaal in de defensiviteit en kritiek te hebben op mij, terwijl ik denk, daar heel anders over in die zin. Wij zitten samen te proberen om een stukje cabaret te maken. En we zijn kritisch op het werk wat we gemaakt hebben. En dan heeft hij kritiek op mijn ding. En dan zeg ik, we hebben ook tegen hem gezegd, nou, je hebt wel kritiek, maar ik vind dat het, ja, behalve dat ik het woord homo in de mond neem, voor de rest heb ik niks verschrikkelijks gezegd. En dat vind ik nog steeds. Dus dat was niet zo'n ramp.
En hij zei ook nog, ja, en dan verderop in het gesprek word je heel denigrerend. En luister je wel eens naar wat je zelf zegt. En allemaal insinuerende opmerkingen. Nou, heb ik dat allemaal afgeluisterd. En ja, ik weet niet wat hij bedoelt. Ik was verder helemaal niet denigrerend naar niemand, niet. Maar zo kwam ik er wel achter dat hij een aantal opmerkingen maakte. En dan denk ik alleen maar van, nou ja, dan heeft hij kritiek op mij. En dan heb ik dan naar hem geluisterd in die zin. Ik ben alles af gaan luisteren. Dan heb ik kritiek op hem. En dan moet hij precies hetzelfde doen. En ik zal het woord homo niet meer gebruiken. En hij moet niet meer, als ik hem een voorzet geef, de bal over de zijlijn trappen. Hij moet dan de bal terugspelen of proberen in het doel te rammen. Nou, en dan hebben we allebei wat geleerd en dan gaan we nog een uitzending maken. Kijk, dat is leven uit dankbaarheid. Want we leven toch nog? Nee, wordt meneer boos, gooit hij de horen erop. Dan is hij ergens anders dan ik. Dan woont hij in een heel andere wereld. In zijn hoofd dan, hè? Ja, zo simpel zou het ook kunnen zijn, hè? Dat je dus, als je lichaam sterft, dan is je wereldse leven voorbij, maar je leven niet. En als je geleefd hebt vanuit dankbaarheid, dan is dat leven vanuit dankbaarheid voorbij en dan blijft er dus iemand over en die is alleen maar dankbaar. En dan ben je voor eeuwig dankbaar. En dat is de hemel. En heb jij een leven geleid zoals die man die ik dan gisteravond de horen erop knalde? Ja, dat is een ondankbaar iemand. En als hij zo doorgaat, dan gaat hij ondankbaar dood. En dan is zijn wereldse leven voorbij. En hij is dan ondankbaar. En dan is hij eeuwig ondankbaar. En dat is de hel. Snap je hem zo? Het gaat er dus in feite om of jouw lichaam, als dat sterft, of jij dan ook weg bent. En je bent natuurlijk weg in die zin dat je geen lichaam meer hebt. Maar ben jij er nog? En het valt in de lijn der verwachting van de bewijzen zoals Gerardus Heijmans en meer die erbij kan pakken, Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer, die grote denkers, logici, taalkundigen. Ja, die zeggen dat dat wat leven is, dat zit hem niet in de materie. Het is het leven dat de materie tot leven laat komen. Dus de materie leeft niet vanuit zichzelf. Het is het leven dat die materie laat leven. Dus jij laat jouw lichaam leven. Zo is het begonnen. Of het leven heeft jou geschapen. Maar jij bent dus een onderdeel van dat wat vooraf ging aan je lichaam. En dat is dan iets geestelijks. Dat is niet zo vreemd. Zo moet ik het zien. En vanuit die gezichtshoek, dat dus het leven een ding is wat op zichzelf staat en waar de materie aan ondergeschikt is. Vanuit dat perspectief leef je vanuit dankbaarheid. En zal je sterven in dankbaarheid. En beland je automatisch in
ja, dan is het voor jou voorbij. En dan is de laatste indruk die je had, oh, wat ben ik dankbaar. En als de mensen vragen, nou, hoe kan je nou zo dankbaar dood gegaan zijn? Dan zeg je, nou, ik ben mijn hele leven dankbaar geweest. Ik weet niet beter. Dus mijn dochter die kwam een paar jaar terug hoor. Ik moet het er binnenkort met haar eens even over gaan hebben dat ze dat toen tegen mij zei. Maar wat ze tegen me zei, mijn dochter, was dat mama had haar een verhaal verteld. Dat toen mijn dochter geboren werd, dat mama het heel moeilijk had. En ik denk, wat lult dat mens nou? Toen ons kind geboren werd, zij had, dus die moeder die had een paar weken van tevoren op vrijgekregen van haar werk. Zwangerschapsverlof. Nou, dat is niet moeilijk, lijkt mij. Hoef je niet te werken, voor de rest niks. En toen het kind geboren was, toen kreeg ze ouderschapsverlof. Voor ik weet niet hoeveel maanden. Nou, dat is ook helemaal niet moeilijk. En toen moest ze weer werken. En het kind moest dan naar het kinderdagverblijf. Nou ja, dan moet je inderdaad het kind naar het kinderdagverblijf brengen. En dan moet je ook het kind weer ophalen van het kinderdagverblijf. Maar dat deed ik de helft van de tijd. En zij moest het dan de andere helft van de tijd doen. En zij had dan een... Ja, dat wist ik toen niet. Maar ze had dus een vaste relatie. En met die vaste relatie had ze afgesproken dat hij dus zo goed als de vader van haar kind zou mogen zijn. Ja, allemaal heel ingewikkeld. In elk geval, die man die schakelde ze de hele tijd in om dat kind op te halen van het kinderdagverblijf. Want dan had zij het weer eens heel druk met weet ik veel wat van dingen. Dus zelfs dat deed ze niet eens voor de volledige aantal keren wat ze dan moest. Wat was daar nou zwaar en moeilijk aan? Heb jij het ergens gemist? Oh ja, en ze deed helemaal niks in huis. Dus voor de dingen van de huishouding, ja, voor 90% draaide ik daarvoor op. Maar ze had een grote mond, joh. Van, ja, nee, doet helemaal niks in huis. En, nee, ze is echt een ondankbaar nest, de moeder van mijn kind. Die gaat straks ondankbaar dood. En die ondankbaarheid, ja, die zal eeuwig zijn. Want dat is dan het eindproduct, snap je? En jij bent dan die geestelijk geworden ondankbaarheid die niet meer kan veranderen, want die heeft alleen maar een ondankbaar leven gehad. Een ondankbaar leven, terwijl er helemaal geen reden voor was. Die vrouw die had, ja, die had alles. Ik bedoel, ze had mij. Ik ben een man, ik ga elke dag onder de douche. Ik bracht genoeg geld binnen. Ik hielp in de huishouding. Ik kan lekker koken. Ik haalde altijd de auto. Ik ging altijd mee naar alle familietoestanden. Ook al had ik er helemaal geen zin in. Dan ging ik toch met een opgewekt gemoed altijd mee. Ook naar haar familie. Ze had zich nooit ergens zorgen over te maken. Van... Dat moest gebeuren, ik hield alles in de gaten. En heeft zij ooit dankjewel gezegd? Nee joh, ben je maar. Hij heeft alleen maar geklaagd. 10 jaar lang heeft ze tegen mij lopen klagen. Van jij doet niks in huis. Ik deed 90% van de huishouding. Heb je mij ooit horen klagen? Nee joh. Ik was hartstikke dankbaar. Ja, ook al had ik een vrouw die niks in de huishouding deed. En die heel vervelend deed en alles. En dacht ik, ja, dat is wel vervelend. Maar ik heb een prachtig kind. En we hadden een heel mooi huis. En, nou, er waren zulke mooie dingen, joh. Ik was alleen maar dankbaar.
En al die huishoudelijke werkzaamheden, wacht, dat doe je er gewoon fluitend bij. Zij niet, hoor. Dus zij gaat straks ondankbaar dood. En die man die ik gisteravond sprak, nou, die waarschijnlijk ook. En ik ken nog wel wat meer mensen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Waarvan ik denk van, nou, ga jij straks wel dankbaar dood? En ja, hoe zit het met jou? En er zijn ook mensen in die, dat merk ik dan ook, hè, in dat hele samensweringsgedoe met die gekke overheid die allemaal, ja, best wel hele belachelijke dingen aan het doorvoeren is. En dan worden die mensen helemaal boos en teleurgesteld en ik pik het niet meer en zo. En nou, dan kan ik me dat voor een deel wel indenken en ik vind het ook wel goed dat je je dat beseft. En nou, ik vind het ook wel goed dat je daar een keer over opwint. En dat moet wel een keertje stoppen. Want uiteindelijk moet je dankbaar zijn dat je leeft. Hè? Ook al heb je dan zo'n KUT-overheid. Ja, die overheid die wij hebben, uiteindelijk is het niets meer dan een straf die de mensheid heeft gekregen voor haar ongelovige gedrag. Zo staat in de Bijbel. En het is natuurlijk vervelend dat iemand die niet die slechte dingen doet, dat die samen met alle goede ook in deze onzin zit. Met verplichte vaccinatie en een belachelijke structuren van onderwijs en regelrechte diefstal, dat noemen ze belasting. Het is gewoon diefstal. Ja, neem een voorbeeld. Ik heb mijn variabele lasten qua energieverbruik. Dus ik verbruik niet veel, maar ik verbruik ongeveer 100 kilowattuur per maand aan elektra. Dat is wel heel weinig voor een mens in Nederland. Dat is een derde van wat de norm is. Ja, en dan betaal ik, dus die 20 euro, daarvan gaat iets van 13 euro. Dat is belasting. 13, 14 euro in de maand moet ik belasting betalen omdat ik voor 6 euro energie heb gekocht bij mijn energieleverancier. Dat vind ik schandalig. Ik werk nu als schoonmaker. Ja, ik werk nu niet, want ik zit in de ziektewet. Maar mijn loon, dat is 14 euro per uur. Dus ik moet per maand een uur langer werken. Ik moet zeg maar per maand een half uur werken om mijn stroomrekening te kunnen betalen. Mijn vergoeding aan de Vattenfall. En daarbovenop een uur extra werken om de daarmee samenhangende belasting te betalen aan Den Haag. Dat is diefstal. En ik weet dat wel, maar maakt mij dat ondankbaar? Denk maar, ja. Ik vind het een schande, dat wel. Ik ga daar niet ondankbaar van slapen. Kijk wel linkeruit. Ik kijk wel naar de dingen die ik wel fijn vind. Snap je? Kijk wel naar de dingen waar ik wel dankbaar voor kan zijn.
En terug te komen op Marcel Messing. Marcel Messing spreekt ook hoor, over een geestelijke wereld. En misschien wel een Christusbewustzijn. En wat ik dan moeilijk te verteren vind, is dat hij de Bijbel niet centraal plaatst. Dat vind ik het ding. Eerst vind ik dat wij, de mensen, goed moeten begrijpen wat de Bijbel nu is. En wij goed moeten begrijpen dat het eerste woord, Bereshit, dat dus betekent zoon, God, destructie, hand, kruis. Dat daarin dus al de dood van zijn zoon wordt aangekondigd. En dat het verhaal van Abraham ook daarop slaat. En dat Christus zelf ook wist dat hij dat was. En vandaar dat hij op zijn 30ste dat luidkeels ging verkondigen. En 3 jaar later was het voorbij. En dat was weer voorspeld door Daniël. Daniël wist dat het zo zou gaan lopen. En Daniël was de profeet in de dagen dat het volk Israëls in ballingschap zat in Babylon. Daniël in de leeuwenkuil, weet je nog? Dus het wonderlijke van de Bijbel. Ik zag zo'n uitspraak van een of andere beroemde schaker. En die heeft gezegd, een mensenleven is te kort om het schaakspel te doorgronden. En ik zeg daarbij, een mensenleven is te kort om de Bijbel te doorgronden. Wij mogen de Bijbel niet terzijde schuiven. Dat zou erg dom zijn. Wij dienen dat te respecteren. Wij dienen dat te bestuderen. En wij dienen verwonderd te zijn. En wij dienen te leven uit dankbaarheid. Martin Luther heeft dat gezegd, dat de, dat heet op zijn Engels de justification. Maar het is dan alleen door sola scriptura, sola fide en sola Christi. Christus. Dus alleen door de schrift, alleen door het geloof en alleen door Christus. Daar hoort ook iets bij, want dat fide, dat hangt ook weer samen met de genade. En wij leven bij de genade van God. Zo zit het in elkaar. Dus die geestelijke entiteit, de Elohim, die powers, die het leven zijn. Klinkt gek, hè? Het leven, dat is een persoon. Dat is het wonder. Dat kunnen wij moeilijk bevatten. Maar het leven is dus één. Dat is een persoon. Dat is een karakter. Ja, maar God is toch een drie-eenheid? Ja, zo verschijnt hij aan ons.
Ja, want je hebt dus de Vader, hè, dat is dan God, het leven, dat is één. En je hebt dan de Zoon, en die zegt ook dat hij het leven is. Christus zegt dat ergens. Hè. Ik ben de weg, het leven en de waarheid. Nee, de weg, de waarheid en het leven. Le chemin, la vérité et la vie. Ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Christus. En God is het leven. En het leven heeft de materie maar beademd, correcte woord. En zo de materie tot leven gemaakt. Maar dat leven komt dus niet uit de materie. Dat leven komt van het leven zelf. Zo zit dat. En wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Dus vandaar dat Christus dus in het evenbeeld van God, namelijk als mens, aan ons komt verschijnen. En dat was God zelf, zijnde zijn zoon. Zo moet je dat zien. En dan de derde is de uitwerking van de kruisiging. En dat is de Heilige Geest. En dat is ook weer God. En in die zin is God dus drie. En zo is het voor ons. Want voor God, het leven, tijd is wel voor God, maar hij staat buiten tijd. Dus je kan ook zeggen dat het niet God was die Bereshit, Bara, Elohim, maar dat was, Christus was Elohim. Dat kan je ook zeggen. God wist het al, dat hij zelf zou gaan sterven aan het kruis. Daarom zei hij ook Bereshit, Bara, Elohim. Dat heeft hij laten opschrijven. Als je dat beseft, jongen, hoe de Bijbel in elkaar zou kunnen zitten, en als je dan gelooft dat dat waar is, dan kan je alleen maar dankbaar zijn. En uit dankbaarheid zeg ik tegen jullie, op zijn hamburgers, tjus en dag, dankbare lieverds.